In de komende aflevering, opvolger van Jean Voorse en regent Thieu Meeuwis, de legendarische Jan Koenen. Gedurende 22 jaar wordt hij de tweede vorst van de Rochtstijkers. Verder Zeeja en Huurtje en die Snappaan over onder meer de Bonte Oventje en verder nog de geweldige beleving en betrokkenheid van een lid van de bekende Zaterharmonie, te Beuken. Hallo Alf. Hoi. Leuk. Ja, we staan voor de deur. Nooduitgang, vrijlaten alstublieft. Maar dat is toch niet voor de mensen als ze het theater verloten hebben? Nee, en ik kan me ook niet herinneren dat dat beurtje doorhing in de tijd van de Apollo. Maar achter is natuurlijk wat te doen, maar ja, we kennen er niet in. Nee. Leg eens uit, wat hoor je vroeger achter? Nou, de poorten gingen open. Dan had ze die een steegje. Dan had ze een leeuw. Daar kon je op gaan zitten als ze er zin in had. En daarneven, daar stond de kassa. Vanuit de kassa ging ze nog een stukje door een stukje tuin, zeg maar. Dat wordt later door de artiesten ook veel wat anders gebruikt. En dan vanuit de tuin komen ze de Apollozaal binnen. En daar stond, ja, dat wordt het theater. Daar stonden de theatersteul, stonden klaar. En ja, dat wordt... Wat voor steul wordt dat? Dat wordt... houten steul, zonder kussen. En iedereen die klaagde, elk jaar weer opnieuw over die steul. Maar ze bleven even goed komen. Want de Bonte Oventje duurde lang. Ja. En dat was keigezellig. Ja, ja, dat was absoluut een schitterende tijd. En zeker als je kijkt, tegenwoordig onder andere in het Muntentheater, als je kijkt de technieken en alleen al de kleedkamers. Ja, dat wordt toen echt, dat wordt behelpen. Dit wordt amateurtoneel van hoog niveau. Ja, ja. Ja, en dan had je achter het toneel, dan had je dus 6 vierkante meter vergunte te kleien en lichte wassen, misschien met kort water, maar in ieder geval. Dan had je twee mogelijkheden om het toneel op te gaan en af te gaan. Dat was, hoor je niet allemaal dezelfde kant. Nee, dat kost daar op en aan de andere kant kost ze weer af. Oh, dus ga je ook wel ruimte daar. Ja, wat ook nog is, de song, even kijken, neven de buin, de song ook in de brandwacht. Met een emmer water. En dan kon je dan, als je achter aan het roken wordt, kon je door de pukjes in gooien. En als de band kwam, dan ging ze met goezen. Dan kon ze dan met goezen. Precies. Ja. Zeg, ik heb zelf iets muziek gemaakt op de Urgel. Op de Urgel. Ja. Nadat het orkestje van Zoest, je eerste Bonte Oventje. Ja. En toen heb ze zich dat, ik geloof, voor 19 jaar gedaan. Hè? Ik heb dat 19 jaar gedaan. Ja. En toen. Hebben ze dus al die artiesten begeleid, ook die met die carnavalsliedjes en zo. Ja. En dat gebeurde allemaal door. En die artiesten nog dat toch over hebben, het gaat wel geluk gaat makker, hè? Want je hebt jou toevallig de ornigemers kunnen arresteren. Hè? Tijdens de Bonte Oventje heb ik kennis gemaakt met Marie-Thérèse. Aha. Is later mijn echtgenote geworden. Oh, okay. En we hebben samen ontzettende leuke tijden gehad. Ik denk dat we het net hebben gehad over de Apollo, maar ook over de andere Bonte Oventje in het Muntentheater. Ja. Dat was echt een beleving, echt, ook voor de artiesten natuurlijk. Ja, zonder meer. Ja. Ik herinner me iets van de dames Slumpen, wordt het niet? De Geschwister Slumpen. Marie-Thérèse en Dorothee Slappers en Marie-José Damhuis. Ja, ja. En die hadden een geweldig nummer, dat ze ook wel eens de 11e dan de 11e deden en zo. Ja. En ik denk nog altijd aan bijvoorbeeld Wiel en Jo. Wiel en Jo, de heilige. Oh ja, wie ging dat over? De heilige. Ja, en dan. En die worden door. Frans, je moet je niet vergeten. De MC natuurlijk ook. Ja. Debuut gemaakt en zo. Franske, Wiel van Geldorp. Wiel van Geldorp natuurlijk ook. Ja. En de regisseurs, wie worden dat dan? Eigenlijk de twee mannen die zeg maar achter de schermen de regie hadden. Dat waren Solly Bergmans en Huub van der Bos. Jan Koenen. Noor Jean Voorse, hij heeft geen vorst, maar een regent. Kandidaat-notaris Thieu Meeuwis deed dat 4 jaar en gaf toen de leiding over aan onze tweede vorst en dat was Jan Koenen. Nevens zijn druk, gaas, water en loodgietersbedrijf deed je dat als vorst 22 jaar.
Jan was als gepassioneerd veurganger van de Wierter Vastenovens de grote inspirerende gangmaker voor de lol en de flauwekul en de grootste, langste en zeker schoonste optocht hij in Wiert. Betekenisvol was eerst keer aan het eind van zijn toespraken zijn welgemeend danken, danken, danken. Onder andere het harmonieke spektakel van dinsdagmiddag was zijn idee. Bij zijn 2 keer 11 jaar jubileum als vorst, wat ook zijn afscheid was, gaf iere vorst Jan het stekske over aan regent Jo Bergmans van het Piepenfabriek. Na een indrukwekkende dialectjubileummes werd Jan Koenen door de toenmalige burgemeester Matti benoemd tot iere burger van Wiert. Jan Koenen is overleden op 6 oktober 1993 en hij was toen 71. We stonden hier in de buurt van het theater, hè? De huiskamer, het theatercafé. Vroeger de bewaarschool was dat. Ja, hè? Ja. En we stonden hier en dat door de kiosk, die het, maar er is nog niks aan de hand met de kiosk. Maar normaal gesproken, Vivian, stoor je misschien nog ook wel eens af en toe op zo'n kiosk? Ja, zeker. Ja, wat doe je daar dan? Muziek maken. Oh ja? Ja, ja. We maken muziek met de Vastelovens. Dat is het hoogtepunt van het jaar. We maken het hele jaar door muziek, maar de Vastelovend, dat zijn toch wel de dag hoe dat in hem gaat als muziek. Ja, is dat dan een Joekskapel muziek? Ja, een Joekskapel. Dus het moet een beetje vals zijn, het moet allemaal... Alles is goed. We willen wel ons best doen om netjes te spelen. Ja. We maken muziek bij te Beuken, met de mensen en ik. Ja. Vroeger was het ook te Beuken. Ja. Maar tegenwoordig proberen we toch, we repeteren het elke jaar door. Om een beetje netjes van een dag te komen. Nou, je probeert het eigenlijk wel goed te doen, dat de mensen begrepen welk liedje dat je speelt. Jezus, en dat het niet pinnen aan horen. Okay. Ja. Zeg, en wat voor bezetting heb je? Wij zijn een harmonie-bezetting, ja. Maar wel allemaal amateurs. Oh, dus klarinetjes? Klarinet erbij, ja. Ja, trompetten, saxofoons, ja. Schuiven, bariton. Slagwerk, sousafoon, ja. Hoeveel? Ja. Hoeveel mensen hebben jullie? Een man of 16, 17, als we compleet zijn. Die komen allemaal van de stad, hè? De stad, de boetenijen. Ja, van alles wat. Ja, van alles wat. Repetities? Ja, alle weken. Zeg, die geest daar helemaal in op, hè? Hersteken. Muziek is als lust en als leven. Ja, ja. Ja. Het is, het brengt plezier. Je geeft wel aan de mensen, we krijgen ook wat trak. Ja, je komt binnen met er live muziek en het is gelijk feest. Hè? Het is holle kloot als dat je ergens binnenkomt. Dat was vroeger bij de bals, hè? Veel. Ja, dat klopt. Ja, heel veel bals. Vanuit, ja. Ja, heel veel bals. Ja. Heel veel bals. Ja. Met de prins, met in de aanloop, ja. Klopt. Met de prins mee naar de bals. Ja, klopt. Jan Koenen, die was in der tijd was de vorst, hè? Ja, ja. Die hebben ze heel goed gekeken natuurlijk. Wat was dat voor de mens? Een geweldige mens. Daar heb ik nog nooit iets in aflezen van een papiertje. Als hij de mond opende, dat was een en al spontaniteit. En hij koos ook iedere rogsteker tot zielens toe beroeren. Ja, ja. Dat was, ja... En iedereen loesterde nog. En iedereen loesterde. Dat kost hij met zijn ogen afdoen. Ja. Begin deze. Ja. En ik weet nog, als wij dan repetities hadden hier in de Apollo, dan kwam Jan Koenen, die kwam dan kijken. En loesteren vooral. En loesteren vooral, naar de teksten. En hij moest dus absoluut niet, dat hebben we ook trouwens nooit nodig gehad, moet ik erbij zeggen, dat er schunnige teksten of iets gebracht werd. Dat het niet doogde. Nee. Ja. Maar, een keer toch in de maling te nemen, zal ik maar zeggen. Omdat hij dat deed. Omdat hij dat deed. Die controle. Hij heeft gezegd: Jan Koenen, zei Kim vanavond, dan gaan we eens hier wat anders en wat zeggen wat hij absoluut niet door de beugel vindt. Wie reageerde hij dan? Ik zie hem nog staan en dan.
En later zag ik tegen hem, dat hebben we expres gedaan. Toen kostte het ook wel hartelijk op nog. Het was een eenvoudige mens. Het was een mens van het volk eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja. Als ze niet door hem geraakt wordt om de rogsteker te vullen, ja, dan klopte er iets niet met zich. Ja. Want hij wist iedereen, zeg maar, wij zijn als rogsteker geboren. Mm-hmm. Nou, ik denk dat de hele zaal brulde dat gewoon met. Ja. Ja. Hier ook de Weertel mensen, als je dat niet hoort, dan begon je vast en over het nog leuk te vinden. Ja, ja, absoluut. Wie ze was spreken, ja, absoluut, ja. Maar dit was toch ook van Allah, en dank, wat zag hij allemaal? Hij had sowieso al drie stopwoorden en dat was danken, danken, danken. En dan wordt het leven de rog, viva o zwiert. Dan ging de R omhoog. En dan ging de R omhoog. Oh, ja, ja. En Allah, Allah, Allah. Er zijn in de jaren 80 veel mensen muziek gaan maken. Aanvankelijk met de potten en de pannen tijdens het Toed en Bloosfeest. Maar er zijn ook muzikanten ontstaan die zich als amateur zijn gewoon bekwamen in het maken van de muziek. Ja. Die hebben zich bijeengepakt in de kapellen. Zijn die door dan de muziekschool gegaan? Sommigen wel, maar ook heel veel niet. Dat was niet de bedoeling, geloof ik. Het hoefde niet. Nee, hebben geen functie-eisen. Iedereen die het leuk vindt en die bereid is om te repeteren, die kan mij doen. Ja, maar Frits van Doren heeft in heel veel, was heel belangrijk voor de Weertel Vastenhoven. Hier ook mensen geprobeerd wat muziek te laten spelen, te leren. Hè? Ja, ja, ja. Maar toch is er een hiaat gekomen in die harmoniekjes. Wat was dat precies? Want dan had je geleefd door de stad, je leeft rond het stadhuis, het Toed en Bloosfeest. Toed en Bloosfeest, ja. En toch is er een teruggang gekomen. Wie kwam dat? Ja. Wie het kwam, weinig niet zozeer. Had het te maken met een wedstrijd of zo? Later her, ergens jaar of 10, 20 terug, kwam er steeds meer dat competitie-element aan. Ja. Het ging om de muziek en het ging niet meer om de lol en de flauwekul. Daar waar het vroeger is ontstaan en groot is geworden. Dan had je nog een fenomeen, ook hier achter, in dat theater, maar vooral ook hier vuur in het café. Pierre, hè? Ja. Pierre Dentener. Ja, de Dent. Ja. Ik weet goed, want ik had regelmatig ook contact met Pierre, als muzici onder elkaar. Ja. En hij vertelde me dat het bekende Goeienavond, van Nabucco, dat hij op tijd van 10 minuten had dat op een beerveldje geschreven. Wij dat niet kent als rogsteker, ja, dat is geen echte rogsteker. Goeienavond, een hele goeienavond. Maar? En op het eind, in het beginwoord van, nu zeggen ze van, op de rog, de rog, de rog. Gewoon er einde drinken op de rog. Gewoon einde drinken op de rog. Maar tendent, hij bedoelt, gewoon er einde drinken bij de tos. De tos, dat wordt dan hier even. Bij Hoeben, hè? Ja, ja, bij Hoeben, de gebroeders Hoeben. Ja. Ja. Wie heb je dat nou beleefd als artiest? Zo die bonte over je heen en nog de hand in de munt, want de munt, ja, dan is het amateurtoneel natuurlijk dood en op en dan word je dat binnen, nou ja, niet professioneel, maar toch te dik tegenaan. Als ik alleen al kijk de techniek in de munt en ik kijk de techniek hier, wat ook zijn charmes had. Natuurlijk. Maar dan zat er een aan een knupje te draaien van en dan ging er een lemke aan of een lemke uit. Eventueel ook nog met een kleurtje erbij. Maar dat wordt hier de Apollo. En als ze zachte gardinen toon dan? Ja, daar heb ik ook nog wel iets voor. De toneelmeester, dat wordt Tinus. En Tinus werkte op het politiebureau.
En Tinus wordt in de Apollo verantwoordelijk voor het doek open en dicht te laten doen. Ja. En dat ging dan door middel van een touw. Dat is een heel belangrijke rol. Ja, heel, heel belangrijk. En op een gegeven moment wordt in een sketch, en Tinus is toch weer klaar aan het touw. En midden in de sketch reed hij met Tinus rijden. En dan ging dat doek dicht. En daar komt meneer Solly Bergmans aan. Nou, doet je ding op. Dus ja, en ja, dat was echt. En dat ging in de tien ook. En later naar de munt toe, ja, toen wordt het toch iets meer professioneel, zeg maar. Ja, ja, maar en dat wordt natuurlijk voor ons artiesten, want ja, wordt het toch een hele overgang. Ja. Maar ik moet zeggen dat ook de medewerkers van het Munttheater, ja, die hebben er echt ook voor gezorgd dat we ook, dat we ze ook door jarenlang toes hebben gevuld. Ja. Ja, ja. Zeggen die rockstekers, die hebben er een gooi aan de Bontenavond, ja. Want dat levert dan nog goed op, maar ja, dat moet ook. Dat moet ook, maar ik kan me ook herinneren, vanuit de Apollo-tijd, ook de horeca elders, hè, want het kost niet zo zin dat het alleen maar hier afspeelde, of bij de TOS. Nee, er wordt een afloop van de Bontenavond wordt gezegd, dames en heren, als je nog zin hebt, vanavond gewoon van de Harmonie, of gewoon naar de rocksteker. Ja, ja. Dus daar wordt ook aan gedacht aan de horeca. En daar was weer een kleine Bontenavond. En daar wordt weer in het weer de Bontenavond opgevuurd. Dat ik weet goed, ik word toen, moest ik elke dag naar Amsterdam. Dan word ik om 4 uur word ik thuis. En dan smorgens om 6 uur zorg ik alweer in de trein naar Amsterdam. Ja, zo, ja. Maar dat deed ze gewoon met heel veel plezier en leefde. Wat duurde dat nou dat je hier nog voor die deur strooit? Memory. Ja? De herinneringen, ja. Ja, echt. Ja. Ja. Hier is ze begos. Hier is ook de liefde begos. Met Marie-Thérèse. Dus ja, er zit wel een stukje, ja, stukje herinnering aan. Okay. Ja, ja. Bedankt. Ja. Geen gedaan. Dat nummers alleen maar de Vastelovendsliedjes? Ja, zeker in het Vastelovendseizoen. Ja, ook Limburgs, ook Neertwiert, hè? Ja. Ook Arnhem, ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus As de Sterren. Oh, ja, dat zijn ook fijn liedjes om te spelen. Ja, met de Vastelovend hebben we een speciaal buksje waar dan de Vastelovend nummers in staan. En nog andere nummers die het goed doen als feest. Wat zijn dat voor mensen, die muzikanten? Want die zijn aan het werk, zeggen ze soms. Hè? Ja. En die kunnen af en toe nog wel een pot beer drinken. Ja, maar lekker potje beer. Toch hebben ze ook een hele andere manier vast te doen dan de andere mensen. Hè? Dat denk ik. Nee, dat weet ik wel zeker. Dat denk ik. Wij beginnen met die dag, denk al rond een oor of 10 smerigens. Eerder ooit moeten we bijeenkomen om te schminken. Mm-hmm. Dan verzamelen we ergens op het tijd. En afhankelijk van het programma wat je die dag hebt, trekt je uit. Zeker. En dat begint denk al 4 de middag. Ja, en ja, de grote optocht, de rockstekersoptocht. Voor je ook met. Ja, zijn we al half 1 uur paraat op een wagen. Ja, in plaats van de Harmonie die vreugde met ging, die gaat nooit nog met een optocht. Die gaat mij in de optocht. Maar nee, die kleine Harmoniekes, die zijn er toch ook links en rechts. De kleine Harmoniekes die stonden met de grote optocht, stonden die neven de optocht op een keer op een wagen. We vullen een beetje de gaten op die er zooien kunnen ontstaan. Ja. En dan spelen we lekker weer een paar vastelovensnummers. Ja. Ja. En die mensen die dan die muziek maken, die moeten er ook oefenen. Ja.
Dus de vastelovensvrucht begint veel vroeger. Die gaat het hele jaar door. Net als Vee de Vorst, dat gaat het ook het hele jaar door, ja, bij de carnavalsvereniging. Ja, 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 ja. En Noos, die is zich even een hele belangrijke mensen. Dat weet ik. Jazeker. Ja. We zijn in Oes beginjaren, dat met de mensen niet muziek maakten, zijn we nog heel dik met geweest wie Ton Vorst. Dus je gaat eens over vastelovend kallen, dan begint je bij dich wat. Dat kribbelt. Ja? Dat kribbelt. Dan je vult het in alles. Je mag weer gewoon feest maken. Lekker stukje muziek maken voor ons. Ja. Ja, en mensen dat ze nou gisteren ze net over de vastenovend moeten hebben, heet ik dat al. Ja. Vertel eens. Nou, wij hebben afgelopen jaar even natuurlijk geen muziek kunnen maken, geen vastelovend. Dat is een flinke domper. Ja. Maar wij gaan gewoon door met repeteren, met muziek uitzoeken, dat doet mijn mens veel. Door in het patroon wat de muziek het hele jaar doorbrengt. Ja, maar de vastelovend is voor dicht nu vandaag begonnen. Echt wel. Ja? Jazeker. Lijkt goed. Omdat je daar weer met bezig zit, jij gaat weer vol in die ervaringen, in die herinneringen. Ik vind dat geweldig. De gekste dagen weet je al van geheel het jaar. Die zijn weer aangebroken en weer het is weer klaar. We zullen nog gaan veren op een nette schoene dier. Een feest van vastenovend, dan kriegen we.